als je contact hebt met iemand, communiceer je altijd. Dit kan op twee manieren, verbaal of non-verbaal. Bij verbale communicatie moet je denken aan communicatie door middel van gesproken taal. Bij non-verbaal horen houding en beweging, plaats in de ruimte, gebruik van tijd en je intonatie. Non-verbale communicatie wordt ook vaak lichaamstaal genoemd, maar het is niet hetzelfde. Non-verbale communicatie is namelijk meer dan lichaamstaal. Bij non-verbale communicatie kun je bijvoorbeeld ook denken aan een vlag op een schip of een bepaald uniform. Lichaamstaal gebruiken we altijd. Iemand aankijken kan weer iets anders betekenen dan iemand niet aankijken. Je aanwezigheid zegt bovendien al iets. Als je contact hebt met iemand anders, is het dus niet mogelijk om niet te communiceren. Wist je dat? Mender weer dat 55% van de communicatie uit lichaamstaal bestaat. En 38% uit stemklank. En slechts 7% uit woorden. Interessant, hè? Over het algemeen is lichaamstaal bij iedereen hetzelfde. Alleen ontwikkelt iedereen zijn eigen vorm van lichaamstaal. Ieder mens heeft bepaalde veelgebruikte gebaren en specifieke lichaamshoudingen. De een heeft een expressievere mimiek dan de ander. Sommige mensen praten veel met hun handen, anderen helemaal niet. En sommige mensen vinden het makkelijker om mensen aan te kijken dan anderen. Zo zijn er ook bepaalde handelingen die vooral mannen of vrouwen doen. En zijn er een aantal houdingen die vooral ouderen of jongeren aannemen. Lichaamstaal kan veel verschillende gevoelens uitstralen. Bijna elke emotie heeft een eigen manier om uitgedrukt te worden door lichaamstaal. Wel zijn er veel handelingen of houdingen die iemand kan hebben die meerdere gemoedstoestanden tegelijkertijd uit kunnen stralen. Zo kan iemand die gaat bijvoorbeeld verveeld zijn, maar ook moe. Je moet bij lichaamstaal dus niet te snel conclusies trekken en niet op één specifiek aspect letten, maar op een combinatie van elementen. Iemands lichaamstaal verandert in elke situatie. Niet alleen als je gevoel verandert, maar ook als de persoon waarmee je communiceert verandert. Zo sta je veel dichter op een persoon waarmee je bevriend bent dan met een persoon die je nog maar net kent. Lichaamstaal is ook persoonlijk, zoals een glimlach van iemand die nauwelijks lacht, wat dan een bijzondere waarde heeft. Als je lichaamstaal goed wil interpreteren, moet je rekening houden met de cultuur waar de persoon van afkomt en de sociale achtergrond die hij heeft. Als je een kom hier gebaar maakt naar een Aziat, kan dit door hem beledigend worden opgevat, omdat hij kan denken dat je hem vergelijkt met een hond. Heb ik mijn telefoon in het water gegooid? Lijkt het alsof ik je telefoon in het water heb gegooid? Een leugenaar zal vaak proberen liegen te voorkomen door indirecte verklaringen en impliciete betekenissen te geven. Heb je het nou gedaan of niet? Nee, tuurlijk niet. Waarom zou ik? Een leugenaar zal vaak oogcontact vermijden. Ik vind het echt wat voor jou om dat te doen. Ja, ik vind het echt van niet. Ik vind het wat voor jou om te doen. Hoezo dat? Waarom zou ik mijn eigen telefoon in het water gooien? Weet ik niet, maar ik heb het echt niet gedaan. Een schuldige persoon reageert vaak verdedigend, terwijl een onschuldige persoon eerder aanvallend reageert. Idioot. Leugenaar is te herkennen aan de tonen van een neppe emotie. Dit is vooral duidelijk te herkennen als iemand een neppe glimlach maakt. Jij met je stomme bedweterige tips. Je kan je lichaamstaal bijna volledig controleren, maar het kan nooit helemaal, want sommige dingen zal je altijd onbewust blijven doen. Toch zijn er tips waardoor je grotendeels je lichaamstaal kunt controleren om anders over te komen. Zo kan je bijvoorbeeld je houding aanpassen door rechtop te gaan zitten in plaats van met een gebogen rug. Of niet te veel wiebelen als je een presentatie geeft, waardoor je onzeker en zenuwachtig over zou kunnen komen. Je kunt de manier waarop je iemand aanraakt ook controleren. Door bijvoorbeeld een stevige handdruk te geven in plaats van een zachte handdruk zonder oogcontact te maken. Als je je lichaamstaal blijft controleren, gaat het vanzelf en onbewust en maak je het je eigen lichaamstaal. Hierdoor kun je het inderdaad bijna volledig controleren. Maar sommige dingen blijf je onbewust doen. Sommige mensen zullen misschien veel minder met hun handen praten dan iemand anders. En dit zal altijd hun eigen blijven. Emoticons, emojis, iedereen kent ze tegenwoordig wel. Veel mensen gebruiken ze dagelijks als ze berichtjes naar anderen sturen. Ze zijn een soort vervanging voor lichaamstaal, want dat ontbreekt als je via een schermpje communiceert. Iedereen heeft vast wel eens meegemaakt dat hij een berichtje kreeg van iemand en dat hij het verkeerd interpreteerde, omdat diegene geen emoties had gebruikt. Dan had je het misschien als serieus geïnterpreteerd, terwijl het als een grapje bedoeld was. Het berichtje van Kim kan nu nogal bot overkomen.
Maar als ze een paar emoties had gebruikt, was het misschien wel heel anders geweest. Dit laat me weer het belang van lichaamstaal zien. De conclusie is dat het belang van lichaamstaal erg groot is. Zonder lichaamstaal zou er miscommunicatie ontstaan en je kan heel vaak dingen erdoor herkennen. Lichaamstaal zegt meer dan woorden. Wist je dat? Er is zelfs een serie over lichaamstaal. En we laten nu de intro zien. Oké, weet je wat? Peer, glimlach. Dat is ook weer. Maandagochtend, je moet uit je bed komen. Maar je hebt echt geen zin. Je krijgt 9 uur les, ook al zit je in de onderbouw.